Ja, mensen vragen tegenwoordig niet eens meer van of we weggaan, maar meer van waar gaat de volgende reis naartoe. Fotografie en film was altijd al een hobby van mij en ik denk dat er niks moois is als je daar ook je werk van kan maken. Bas was al een tijdje voor zichzelf bezig en op een gegeven moment hoorden wij van drones wordt de next big thing. Dus wij dachten drones en video, dat kan wel eens een mooie combinatie zijn. En eigenlijk vanaf dat moment hebben wij onze krachten gebundeld. We waren een van de eerste in Nederland met een drone. Daardoor wisten partijen uit de reisbranche ons te vinden. En al snel vlogen we letterlijk en figuurlijk de hele wereld over. Het is natuurlijk super mooi als je zulke unieke trips samen met je broer kan maken. Je kent elkaar door en door, je weet precies wat je aan elkaar hebt. En het is gewoon schitterend om zulke mooie momenten met elkaar te kunnen delen. Ja, zeker. Ik bedoel, we denken hetzelfde, we hebben dezelfde interesses, we basketballen ook samen, we werken dus samen. Dus ja, je kan je eerder afvragen wat we niet samen delen. Vriendin. Nee, maar even zonder grappen. Ik denk dat het voor ons ook echt meer een lifestyle is geworden, omdat we dit als twee broers zijn en vanuit onze hobby zijn gaan doen. En ja, dan zie je gewoon de passie zie je erin terug en ja, dat is het belangrijkste. Het is ook zeker niet zo dat we alleen maar op reis zijn. Dat zouden we ook niet vol kunnen houden. Maar juist de mix van projecten in het buitenland zoals deze en de aftermovies, de bedrijfsfilms, de commercials in Nederland is voor ons gewoon een ideale mix. Wij zijn Sander en Bas Mutsaerts. Wij zijn Beamflex.